Zie je dat ik helemaal klaar ben voor de herfst en helemaal klaar met de zomer? Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we zondag. Vanmiddag moet ik werken, maar eerst wil ik aan een aantal dingen doen voor mezelf. Ontbijten vond ik het wel leuk om even in mijn pyjama te blijven zitten. Maar nu ga ik mijn dag volledig beginnen. Dus tijd om mij om te kleden. Ik heb trouwens een pyjama aan van Dumbo. De details vind ik er niet zo leuk in, maar het is Dumbo. Wacht even, een transition. Vanmiddag is de open deurdag van Sophie Zende, haar VZ2 Lamana in Landmaken. Jammer genoeg kan ik niet gaan, want ik moet werken vanmiddag. Anders ging ik er een weekendje van gemaakt hebben, denk ik. Als niet al Hasselt toch wel even rijden is voor West-Vlaming. Ik wil trouwens nog even een dikke duim geven aan de mensen die deze film hebben gemaakt, The Lion King, want wauw. Het ziet er zo echt uit. Ik ben trouwens een beetje verkouden. Niet super hard hoor, gewoon mijn neus die een beetje ambetant doet. En even al mijn foto's aan het doorbladeren, want ik wil graag een album maken. En mijn laatste album is van toen ik nog in Antwerpen studeerde, dus dat is wel al eventjes geleden. Ik kom ondertussen deze foto's tegen van Elftopia in 2017. En ik was hier verkleed als Jack Sparrow. Of toch een vrolijke Jack Sparrow. Alhoewel ik nooit Pirates of the Caribbean heb gezien, vond ik dat toch een ideale outfit. Jullie weten dat ik een flamingo mokje heb voor mijn cornflakes. Wel, er bestond ook zo'n tas van. En ik heb die gekocht in Sevilla in 2017. Door al mijn reisfoto's te gaan, heb ik nu echt wel zin om te vertrekken op reis. Maar het gaat nog eventjes moeten wachten. Het is nu 11:50 en ik ga aan mijn zonde hamburger eten met lightkaas, light smeerkaas, ei, tomaat en uitjes. En ondertussen kijk ik Tiny House Nation. Staat op Netflix trouwens. Ik heb een yoghurt gegeten en ik zit in mijn tweede aflevering van Tiny House Nation voor vandaag. Het is 1:07, dus dat betekent dat ik eigenlijk moet me klaarmaken om te vertrekken. Tot later in deze vlog. Hi! Ik hoop dat jullie mij kunnen zien en horen, want ik heb eigenlijk totaal niet gezien wat ik opneem. Het is nu 2:07 en met 7 minuten moet ik werken, dus ik ga meteen uit mijn auto stappen. Tot straks! Ik ben net thuis. Ik was nog heel eventjes naar de kinderrommelmarkt geweest hier in Iver. En nu ga ik een half uurtje opruimen. Ik heb al een keer de boxen in mijn kast gekregen. Ik heb al mijn kleren opgeruimd. En ik heb nog een aantal dingetjes gedaan, wat dat super goed is. En nu wil ik een paar kalenderbriefjes tonen aan jullie. Oké, mijn camera staat al vast. Dit is het briefje van afgelopen woensdag. Van donderdag. Deze is wel leuk, deze ga ik houden. Van vrijdag. Deze is ook leuk, met hertjes. Die vind ik iets minder leuk. En deze is van vandaag. Die vind ik wel leuk. Ofwel, ik weet niet of ik hem ga houden. De briefjes die ik hou, bewaar ik trouwens in een doosje voor mijn bullet journal. En de andere gaan gewoon papieren. Ja.
Sims spelen. Ik heb net mijn Sims-familie verhuisd, dus ideaal moment om ze voor te stellen. Deze jonge dame is Eva Brouwer. Ze is gisteren nog maar jarig geworden. Dit is haar hond Nikita. Het is een golden retriever, een meisje. En binnen zit haar man, Leon van Dijk. Leon van Dijk is een nieuw karakter. Nikita is een zeemermin sim, omdat haar ouders een zeemermin sim waren. Ze wil graag muzikaal genie worden. Terwijl Leon graag ook wil worden. Meester ook. Deze golden retriever heeft een aantal leuke eigenschappen. Namelijk hij is vriendelijk, hij is zelfstandig. En hij is een genie. En dit is het leuke huis die ik voor hem heb ingericht. Dit is de keuken. De eettafel, de piano. De zitbanken, de televisie. Hier zitten er wat speertjes van Nikita. Haar slaapmand, een wasmachine en een droogkast. De slaapkamer. En de badkamer. Mijn restaurant mislukte een beetje, maar dat is niet zo heel erg. En wat morgen doe ik dan gewoon verder en misschien lukt het dan beter. Nu ga ik stelletjes aan, me klaarmaken om te gaan slapen, want het is 9:30. En ik wil graag nog wat lezen. En morgen moet ik weer werken. Trucje die vanmorgen mislukt was. Dit is trouwens een van de dingetjes die ik tijdens het opruimen gedaan heb. Dat hier nog een beetje gekregen. Hey, het is nu 10:00, ik ga eventjes mijn raam te doen, want het is hier koud. Ik ben duidelijk niet zo goed in het vliegtuig uithalen als in mijn hand. Ik wil iemand van mijn buur nu door me gaan en die mij kijkt. Weet dat ik graag ben. En nu outfit voor morgen uitzoeken. Oh ja, momenteel slaap ik met een plaidachtig dekentje. Want het is te koud voor zomer met lakens te slapen. En ik heb al veel te lang dit bed opgedekt. Binnenkort ga ik nog eerst veranderen. Het is wel een mooi trouwens van Hema. Vanavond was ik een boek aan het lezen, namelijk dit boek, De Zomer van de Spijkerbroek. Ook wel verfilmd met Blake Lively of zoiets van onder andere Gossip Girl. En ik vind het een heel mooi boek. De film is veel beter. Ga ik er echt totaal niet in. En nu kleding. Wat ga ik morgen dragen? Ik hoop dat het al tijd was voor zulke dikke truien. Maar nee. Jezus. Eerst even kijken naar het weer van komende week. Het ziet er eigenlijk niet super warm meer uit. Dus ik denk dat ik wel deze broek aan kan. Dit is een stoffen broek. Maar is iets dikker dan mijn andere stoffen broeken. Dus ideaal voor kouder weer. Mijn topje, want ik draag altijd topjes. En nu nog een bovenstukje. Zou ik al een trui aan kunnen? Ik weet het niet. Misschien een lichte. Ik heb deze trui, die is redelijk licht, maar die past niet bij die streepjes. Ik denk dat dit de outfit wordt. Een jeansbroek, topje en deze trui, denk ik. Misschien ga ik morgen wel terug schoenen aan doen. Wie weet. Oh. Zie je dat ik helemaal klaar ben voor de huis en helemaal klaar met de zomer? Ik was hier mijn light switch aan het zoeken, maar hij zit hier. Doedels! Tot de volgende vlog!